Ellende vannacht, alleen maar ellende. Een explosief op de stoep onder de geldautomaat. Een toevallig langsrijdende agent heeft vannacht een plofkraak weten te voorkomen. Toch zit de schrik er goed in. Om 2:15 werd ik toch wakker van de politielichten. Ik ben naar buiten gegaan. Ik heb gevraagd aan de politieagent, goedemorgen, ben ik hier veilig? Hij zei tegen mij van je moet meteen naar binnen, wegwezen naar binnen en onraad natuurlijk. In paniek en benauwd en ik heb de kinderen maar thuis gelaten voor school. Dus dat was even schrikken. Ja, dat is de tweede keer hier vlak in de buurt. Ja, want van de week toen lag ik in bed en toen hoorde ik een enorme knal en dat was bij de grote Albert Heijn. En daar scheen dus ook een plofkraak te zijn geweest. En die ontploffing heb ik zelfs gevoeld hier in mijn huis en in mijn ramen trilden. De buurtbewoners zijn het zat. Een geldautomaat midden in een woonwijk is volgens hen veel te gevaarlijk. We gaan actie ondernemen. Ja, dit kan niet. Dit kan echt niet. Er wonen mensen boven. En wij voelen ons ook helemaal niet meer veilig. En we weten ook niet of wij hier nog vannacht goed kunnen slapen. Of de aankomende weken, zolang dat pinautomaat hier nog beneden is.